maar een miljoen. Waar Zwarte Piet een cadeautje in moet doen. Het is niet één schoen, maar een miljoen. Hoe lang zou Sinterklaas daar in zijn eentje over doen? Cadeaus zijn er in alle soorten en maten. Van knikkers, games tot poppen die echt praten. En alles moet over het hoge dak. Het is zoveel, nee dat past echt niet in één zak. Dus sjouwen alle pieten met heel veel zakken rond. Ze zouden wel eens willen dat er maar één klein schoentje stond. Maar dat is dus niet waar, want alle schoenen bij elkaar. Het is niet één schoen, maar een miljoen. Waar Zwarte Piet een cadeautje in moet doen. Het is niet één schoen, maar een miljoen. Hoe lang zou Sinterklaas daar in zijn eentje over doen? De Sint is in het land voor een paar weken, zodat hij ieder kind goed heeft bekeken. Voor iedereen staat er een pakje klaar. Maar alles zelf doen, dat is echt veel te zwaar. Dus helpen alle pieten, midden in de nacht, tot alle schoencadeautjes in de huizen zijn gebracht. Dat is een drukke baan, want weet je hoeveel er nu staan? Het is niet één schoen, maar een miljoen. Waar Zwarte Piet een cadeautje in moet doen. Het is niet één schoen, maar een miljoen. Hoe lang zou Sinterklaas daar in zijn eentje over doen? De Sint is heel erg blij met al zijn pieten, die stuk voor stuk ook van het feest genieten. Elk jaar zijn zij hier weer van de partij. Het is zelfs zo, er komen steeds meer pieten bij. Ze zijn ook heel belangrijk in alles wat ze doen. Want zonder Zwarte Pieten krijg je niks meer in je schoen. En dat is dus niet fijn, hoeveel lege zullen er dan zijn? Het is niet één schoen, maar een miljoen. Waar Zwarte Piet een cadeautje in moet doen. Het is niet één schoen, maar een miljoen. Hoe lang zou Sinterklaas daar in zijn eentje over doen? Het is niet één schoen, maar een miljoen. Waar Zwarte Piet een cadeautje in moet doen. Het is niet één schoen, maar een miljoen. Hoe lang zou Sinterklaas daar in zijn eentje over doen? Hoe lang zou Sinterklaas daar in zijn eentje over doen? Als dat zo was, dan zit het pas in juni.